Het is bijna zover. Dans Macabre gaat bijna open. En dit zijn de allerlaatste updates voordat het gaat gebeuren. Natuurlijk hebben we afgelopen week de previews gehad van Dans Macabre. En is er een onderdeel losgeraakt bij een van de treinen van Vogelrok. Klinkt heftig, we gaan het meemaken. Maar voordat ik het over al deze spannende dingen ga hebben, ga ik het eerst hebben over wat andere zaken. En ik begin eventjes buiten Efteling. Ik ga eerst even kijken nemen bij het Efteling Hotel. Dan bedoel ik het oude Efteling Hotel. Want ik meldde een tijdje geleden al dat ze bezig waren met het aanleggen van een bouwplaats. Nou, het blijkt dus dat het waarschijnlijk niet de bouwplaats gaat worden. Want aan de achterkant, daar waar de parkeerplaats zit, daar hebben ze nu alles weggehaald. Dus ik denk dat ze hier de bouwplaats gaan maken. Maar goed, we gaan het zeker in de gaten houden. We gaan richting de Efteling en dan gaan we eerst een kijkje nemen op de parkeerplaats. Ten eerste wordt er natuurlijk nog hard gewerkt aan de nieuwe parkeerplaats. Maar ze zijn ook heel druk bezig met het aanbrengen van de nieuwe waterpartijen. En daar hebben ze nu 5 folie in gemaakt. Ze hebben er randjes omheen gemaakt. En het is eigenlijk best wel groot. Ziet er wel cool uit. Verder viel er ook nog op bij de ingang dat er een hek verwijderd was, daar op dat entreeplein. En als we de Efteling inlopen, zien we hier dus een muntenmachine staan. En die stond er altijd al, maar tegenwoordig kun je hier pinnen. Dat is heel erg mooi, alleen staat er op de machine dat je met 5 cent een speciale Eftelingmunt kan maken. Dat kan niet meer, want het kost 2 euro en die 5 cent die hoef je er tegenwoordig niet meer zelf in te gooien. Gaan we nog een kijkje nemen bij het Efteling Theater. Hier zijn ze nog steeds lekker bezig. De muren worden nog steeds ingeschaduwd en weet ik voor wat ze allemaal aan het doen zijn. Er zijn tegenwoordig zelfs keten neergezet aan de buitenkant en er liggen heel veel spullen overal. Heel erg mooi, maar ze zijn ook aan de binnenkant bezig, want er is een nieuwe lift geplaatst. Nou, dat is toch heel erg fijn. Bij Aquanura zijn ze ook nog steeds lekker bezig en ik denk dat ze al een heel eind gevorderd zijn. Want ze hebben die brug weggehaald die ervoor zorgde dat je vanaf de rand zo richting de Aquanura-bak kon lopen. Dus ik denk dat ze in het midden grotendeels klaar zijn en dat betekent dus dat ze misschien binnenkort kunnen gaan testen. Zou heel erg mooi zijn. Ook nog wat kleine dingetjes bij de kikkers. Want ten eerste is de kroon terug op een van de kikkers. Die ontbrak nog. En hebben ze ook een plaatje geschroefd op die lichtbaken. Om het weer eventjes netjes af te werken. Ik heb ook het idee dat de kikkers ietsjes hoger gezet zijn dan dat ze eerst waren. Nou, we gaan zien hoe dat eruit ziet als er water in staat. Want eerst sloten ze wel mooi aan op de waterlijn. Verder zag ik ook dat ze bezig waren met de moving heads. Hier hebben ze ook nieuw grind ingelegd. Ziet er netjes uit. En we zagen ook een foto van de lichtbakers in het donker. En hebben ze een paar paarse spotjes op de kikker staan. Ziet er gezellig uit. Neem een kijkje bij Efteling Grand Hotel. Voor zover dat we het kunnen zien, want het is heel erg mistig vandaag. Maar we zijn ontzettend druk bezig met die grote stalen constructie. Die bovenop het dak gaat verschijnen. Daar waar de klok gaat komen. Vorige week waren ze bezig aan de kant van het park. Nu waren ze bezig aan de kant van de ingang, zeg maar. Ja, hier zijn ze nog steeds druk mee en er gaat heel veel staal naar boven. En ik zag zelf ook al wat betonnen panelen naar boven gaan, dus er wordt nog steeds heel druk aan gewerkt. We gaan een kijkje nemen bij Fabula. En bij Fabula hebben we die vissen. En dan kan je er doorheen lopen en dan bewegen de vissen aan de hand van waar jij loopt. Maar daar zijn 2 dingetjes mee. Ten eerste is het heel erg fel op dit moment. En ten tweede, als je er doorheen loopt, dan is er ook geen interactie. Maar toen ik er doorheen liep, toen besloot hij zich om zichzelf volledig te resetten. Nou, het zag er heel bijzonder uit, maar nu is hij wel weer aan. Maar er zit nog steeds geen interactiviteit in, dus hier moet even naar gekeken worden. En de achterkant is niet heel groot hoor, maar mocht je nou een keer in Las Vegas zijn in Casino Circus Circus, dan kun je dus de Fabula film zien, alleen zonder Klaas Vaak. Die wordt er nu ook gespeeld, heel erg tof. Ja hè, ik ben er niet zo gauw, maar misschien jij wel. We gaan door naar de Efteling Promenade. En vorige week waren ze natuurlijk heel druk bezig aan de linkerzijde met de slootjes. Nou, dat is nu helemaal afgerond, ziet er netjes uit. Mooi hout er tegenaan, mooi nieuw vijverfolie. Dus kan er weer echt lang tegenaan. En zelfs een nieuw eendenplankje, daar ben ik heel erg blij mee. Maar nu staat alles aan de rechterkant van de promenade. Nu zijn ze aan deze kant bezig. Waarschijnlijk krijgt dit dezelfde metamorfose. En over een paar weken ziet dat er ook weer netjes uit. We vervolgen onze weg richting Symbolica. En hier binnen zijn een aantal dingetjes. Want ik had het een tijdje geleden al over een fantasievaarder die in de wachtrij staat. Die bewoog niet meer. Maar die bewegen weer, dus dat is heel erg mooi. En er is ook nog steeds dat doek die aanduidt welke tour je kan kiezen. Hij laat al een beetje los, maar nu zijn ook de doppen aan de zijkant eraf. Dus het ding is helemaal uit elkaar aan het vallen. Verder waren er ook nog heel veel felle lampen tijdens de balkonscène. Ook niet helemaal de bedoeling. En werkt het gordijn van de muziektour niet helemaal, dus daar moet ook even naar gekeken worden. Ik heb wel gehoord dat de Fabelwest nu weer constant op en neer gaat, dus dat is wel heel erg mooi. Maar het duikeffect, dat zit er helaas nog steeds niet in. Tot zover alles in het Fantasierijk. Vind je het nou nog steeds heel erg leuk? Waarvoor dank. Ik zou het onwijs kunnen waarderen als je even op de abonneerknop drukt. Als jij dat nou gaat doen, gaan we even kijken nemen bij het Sprookjesbos. We zijn echt begonnen met de fundering voor het nieuwe sprookje.
Aangekomen in het Sprookjesbos beginnen we weer bij Don Roosje. Dat wordt een beetje de nieuwe kaak van Repelsdeeltje. Daar kom ik straks ook nog op. Maar de waterval die werkt ondertussen weer. En dat is heel erg mooi. Laten we hopen dat hij het nu blijft doen. Maar het is elke keer af en aan. Dus we gaan volgende week weer een kijkje nemen. We gaan door naar de dobber in het Kabouterdorp. Want die dobber was afgelopen week weg. Een tijdje geleden meldde ik al dat het kabeltje gebroken was. Nou ja, de dobber is verdwenen. Maar nu is hij weer terug. Maar het kabeltje is helaas nog steeds niet terug. Dus er kan nog steeds geen vis gevangen worden. En nu we het toch over vis hebben. De monstervis. Zijn oog werkt eindelijk weer. Althans, één van de twee. Het linkeroog, voor hem dan, die doet het weer, dus dat is heel erg mooi. Het rechteroog werkt helaas nog steeds niet. Maar goed, we zijn op de helft, dus gaat de goede kant op. En wat ook de goede kant op gaat, is de prinses op de erts. Vorige week zei ik al dat ze begonnen waren met het uitgraven van de fundering. En nu zijn ze de fundering ook echt aan het plaatsen. Althans, de houten schotten eromheen, waar zometeen de fundering ingestort gaat worden. We zien hier al een beetje de contouren van hoe dat het gebouwtje gaat zijn. En het wordt vrij klein, maar goed, dat wisten we natuurlijk al. Het wordt geen doorloopdingetje, nee, het wordt echt een voorbijloopdingetje. Wel geinig, ziet er leuk uit. Ze hebben ook een greppel gegraven aan de zijkant, waar waarschijnlijk allemaal bekabeling doorheen gaat komen. En dit zijn op dit moment de enige dingen die we nu kunnen melden over de prinses op de erts. Maar vanaf hier gaat het natuurlijk wel heel erg interessant worden. Ik kreeg afgelopen week ook nog beelden doorgestuurd dat de mist eindelijk weer terug was in de bosjes. Dat werkte al een tijdje niet meer. Afgelopen week stond het weer aan, maar nu is het weer uit. Al moet ik zeggen, we hebben vandaag wel genoeg mist gehad in de Efteling, dus we kunnen het wel missen. We gaan door richting Hans en Grietje en hier zijn ze heel druk bezig met het aanbrengen van een nieuw pad. Dat pad dat lijkt heel erg op het oude pad. Het is met beton gegoten en er zitten allemaal steentjes op. Dat moeten natuurlijk snoepjes worden. Zometeen wordt dat allemaal netjes geschilderd en dan lijkt het weer als nooit tevoren. En dat schilderen, dat zijn ze vooral ook aan het doen aan het gebouwtje zelf. Want we zien ook iemand zitten op de trap die de voordeur aan het schilderen is. En het voorste deel van het gebouw ziet er ook al fantastisch uit. Ook hebben ze de tralies teruggezet in de gevangenis. Ja, het gaat niet lang meer duren. Waarschijnlijk gaat volgende week de tent eraf. En dan kunnen we pas echt zien hoe het eruit ziet. Maar het gaat echt ontzettend mooi worden. Dat weet ik nu al. We vervolgen onze weg naar het Herautenplein. Hier zijn ze nog steeds bezig met onderhoudwerkzaamheden aan Herberg de Efteling en het kasteel van Sneeuwwitje. Nog steeds schilderwerkzaamheden. Op dit moment hebben ze een raam aan de buitenkant afgeplakt met het allemaal plastic. Waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat het vies wordt. Of ze zijn het juist aan het schilderen. Dat kan natuurlijk ook. We moeten nog heel even geduld hebben. Binnenkort gaat het weer open. Verder is ook alle beplanting weggehaald hier bij de ezel. Er zal waarschijnlijk nieuw wintergoed inkomen. En dan gaan we ook een kijkje nemen bij Repelsdeeltje. Hoe kan het ook anders? Want afgelopen week zag ik weer beelden dat zijn mond het deed. Nou ja, hij doet het weer niet hoor. Helaas. Volgende week gaan we gewoon weer kijken. Wat het wel weer doet zijn de ogen van de sprookjesboom. En dat is heel erg mooi, want dat is ook al een tijdje kapot geweest. Maar nu kan er eindelijk weer omheen gekeken worden. De interactiviteit werkt helaas nog steeds niet, dus we moeten nog even geduld hebben. En het laatste dingetje hier in het Sprookjesbos vinden we bij de Chinese nachtegaal. Want er is één glaasje kapot gegaan van een van de lampen die buiten hangt. Dus daar moet even een nieuw glaasje in gezet worden. Tot zover alles in het Sprookjesbos. Wij gaan lekker door naar het Marenrijk. Gaan we het hebben over droomvlucht en ook over een miniatuurdroomvlucht. Als we het Marenrijk inlopen, zien we al dat de voorbereidingen voor de Winter Efteling in volle gang zijn. Want die Anton Pieck schilderijen, die staan hier nou klaar op deze laan. Zien er tof uit. En het was eigenlijk niet het eerste wat ik zag. Want ik zag bij de Eftelingen al van die kandelaren staan. En ik zag ook dat de producerbananen van die planten staan met lampjes erin. Ziet er leuk uit. En geloof me, dit is lang niet alles. Daar gaan we zo meteen over hebben, want we gaan eerst naar het diorama. Want er is natuurlijk al een tijdje wat problemen met de verlichting. En eerst was het maar bij één scène, maar nu is het bij heel veel scènes. Dus ergens gaat het niet helemaal lekker met die verlichting. Misschien toch die muis die alles aan het doorknagen is. Want afgelopen week was ook de ezel van Anton Pieck omgevallen. Ja, Anton Pieck zit te schilderen in diorama. Helaas was de schilderij omgevallen, maar die hebben ze weer weggezet. Dus dat is wel heel erg fijn. Verder zien we hier binnen in diorama de eerste guirlandes hangen. En als we doorgaan richting La Dame Blanche, het ijspuntje, dan zien we dus dat er een van de schermen kapot is afgelopen week. Of deze, de stekker achteruit kan natuurlijk ook. We gaan door naar Tom van de Venplein en hier is het wel echt heel erg winters ineens. Overal staan bomen, overal hangen guirlandes. Er staan ook van die chaletjes weer en dat betekent dus dat de muziekdoosjes van de elfjes ook weer terug gaan komen. Konden we een tijdje geleden al melden, maar bij deze ze komen terug. Heel erg tof. Ook is het sminkpuntje nog steeds niet weg. Nou ja, hij is wel weg, hij is naar de andere kant verplaatst. Ik weet niet zo goed dat daar de reden van is, maar nu hebben we een kaal plek op het grasveld. Maar je kan dus ook in de winter gesminkt worden. Dat is natuurlijk wel heel erg tof.
Ook nog een dingetje binnen in Droomvlucht, want het elfje wat aan het water zit, die is eindelijk weer teruggekeerd. En dan gaan we het hebben over een miniatuur van Droomvlucht. Want Emiel Schaap, wie kent hem niet, we hebben hem geïnterviewd vorig jaar op de Efteling en Antepiek Verzamelbeurs. En hij is ontzettend creatief en hij maakt allemaal Efteling dingen bij hem thuis. En nu heeft hij weer een nieuw project gedaan. Hij heeft een soort doorkijkje gemaakt van Droomvlucht. We zien de ingang van Droomvlucht met daarin het kastelenrijk. En die kastelen die bewegen ook echt aan de hand van nokkenschijven. Verder zitten er ook waterpompjes in die het water laten lopen. En zo hebben we dus echt een tafereeltje van het kastelenrijk. Ontzettend gaaf. Het ziet er echt heel gedetailleerd uit. Mooie verlichting erop. En hij heeft dus een videoserie gemaakt op YouTube waarin hij het hele proces uitlegt. Ik zal het even linken hier beneden, want het is echt ontzettend gaaf. Ga zeker kijken. Die kerel is ontzettend getalenteerd. En wie weet heb jij hem wel gezien op de Efteling Antepiek Verzamelbeurs. Want die was dus vandaag. Op het moment dat je hem op zondag ziet, was die vandaag. Ja goed, hij is er 8 maanden mee bezig geweest. Het is echt de moeite waard. Heel erg tof. We gaan door naar Villa Volta. Daar zijn ze iets minder lang mee bezig geweest. Want die is in onderhoud geweest van 13 tot en met 18 oktober. Was natuurlijk maar heel kort. Nu is hij weer open. Er zijn niet echt dingen veranderd, dus we laten het er hierbij. We gaan door naar het Volk van Laaf. En hier zijn ze bezig met het vervangen van heel veel verlichting. Bij de ingang was een lampje kapot. Die hebben ze vervangen. En ook bij Lots Kraamhuis was ook een lamp kapot. En die is ook vervangen. Ik ga wel een klein beetje zeuren, want het is wel een ander soort groen. Dus ja, moet misschien een beetje geschilderd worden. Maar het zijn niet de enige lampen die vervangen worden, want ze zijn er nog meer aan het vervangen. Ze zijn heel erg lekker bezig daar. We gaan door naar het Antepiekplein en dan stop ik even bij de Vlindermolen, want die is momenteel in onderhoud. En er is ook nog een klein ongelukje gebeurd met de Vlindermolen. Staat helemaal los van elkaar, maar iemand die heeft dus die bal tegen zijn hoofd gehad. Je kan dus als je in de Vlindermolen zit zo'n bal proberen te vangen. Personeel die doet dat zo op en neer. En op de kermis is het zo dat als je die bal vangt, mag je gratis nog een rondje. Nou, dat mag je natuurlijk altijd, maar het idee is wel leuk. Maar die bal is dus losgekomen, die heeft iemand in zijn gezicht gehad. Dus dat is natuurlijk wel heel erg naar. Gelukkig is er geen blijvend letsel, maar momenteel is de attractie dus wel gesloten. En wat er dus niet gesloten is, wil ik toch even benoemen. De Antepiekmolen is open. Ja, dat maak je niet heel vaak mee. Misschien omdat herfstvakantie is, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Al valt het met de drukte op dit moment nog wel mee. Maar ja goed, misschien dat het volgende week wel gekker wordt. Dat is macabre, je weet het niet. Lopen we door over het Antepiekplein en dan zien we dus dat de bloempotten weggehaald zijn. Misschien komt er nog wel wat nieuws voor terug deze winter. En er staan ook van die ijzeren standaarden, die staan nu in de tuin van het Witte Paard. Hier gaan zometeen allemaal kandelaars aankomen, ook voor de winter. En ook hier hebben ze heel veel guirlandes opgehangen. Maak ook nog een stop bij de zoete inval, want hier hebben ze een nieuw klein bordje opgehangen met een Efteling ijsje. Kost maar 1 euro, dus geen geld zou je zeggen. En ook nog steeds onderhoudwerkzaamheden bij het suikerhuisje. Ik zie aan de buitenkant niet zo heel veel meer gebeuren aan deze kant, maar aan de kant van de plattegrond hebben ze het afdakje weer teruggehangen. En het lijkt hetzelfde afdakje te zijn, dus blijkbaar was die toch nog wel goed. Hebben ze hem een beetje opgepimpt of zo, denk ik. En het laatste dingetje in het Marenrijk is het bord van de suikerbuik, want die is teruggekomen. Was ik even vergeten. Nu gaan we lekker door naar het Reizenrijk, gaan we kijken bij Vogelrok, want er is een stuk van een trein losgeraakt. We gaan het weer hebben over de warme winterweiden en daar zijn ze heel druk bezig. Zijn ze bezig met de schaatsbaan, daar zijn ze allemaal lichtmasten aan het plaatsen en waarschijnlijk ook allemaal masten van vaandels aankomen. Ook liggen er heel veel buizen op de schaatsbaan. Waarschijnlijk gaat dat voor techniek worden, durf ik niet te zeggen. Maar er staan ook heel veel kerstbomen klaar, die moeten nog een plekje krijgen. Maar ze zijn lekker bezig. Aan de andere kant van de warme winterweiden zijn ze ook lekker bezig, want hier zijn ze heel druk bezig met de kerstverlichting ophangen. En dat is best veel werk. Thuis met 1 boom ben ik al lang bezig. Laat staan al die bomen die ze hier moeten doen. In het midden waren ze vorige week ook al bezig met het podium. En blijkbaar hebben ze hier een nieuwe coatinglaag op aangebracht. Dan kan het er weer tegenaan van de winter. Naast deze dingen zie ik niet zo heel veel gebeuren. Dus we gaan door naar Carnaval Festival. Want hier waren weer wat opmerkelijke dingen. Zo waren in de Duitse scène heel veel danspaardjes heel snel aan het ronddraaien. En was er ook een van de dames op de brug die een beetje gek zwaaide. Dat ging niet helemaal lekker. En ook bij Vogelrok ging het niet helemaal lekker. Want er was een onderdeel losgekomen van een van de treinen. Tijdens de rit was er een afdekplaat losgekomen en die is gelukkig langs iedereen heen gegaan. Maar daaronder zat bedrading en techniek. Ja, hoe dat los heeft kunnen komen, dat weet niemand. Hij is daarna gesloten, is een tijdje in storing geweest. Ze hebben alles gecontroleerd. Aan verluid heeft hij waarschijnlijk niet helemaal lekker vastgezeten. En is hij door de triller los komen te zitten. Ze hebben alles gecheckt, alles zit nu goed vast. Dus het kan gewoon weer open. Een tijdje geleden meldde ik ook al dat er nieuwe stickers zaten op de grond. 1, 2, 3, daar waar je moet gaan staan.
En bij een van die poortjes zit ook een minder valide sticker. En dat is wel een beetje opmerkelijk, want de minder valide komen vanaf de andere kant. Dus naast dat jij op de hoogte bent van dat het een minder valide plek is, heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Vogelrok gaat wel nog binnenkort in onderhoud van 4 tot en met 8 november. Dus houd dit in de gaten als je naar de Efteling komt. Is maar een hele korte tijd. Maar goed, het zou zomaar dat ene moment zijn dat je hier naartoe gaat. Toch jammer. We gaan door naar Karsba. Hier hangen de vaandels buiten heel erg gek. Ik weet niet of ze kapot gewaaid zijn of dat ze iets anders aan het doen zijn. Maar hier moet even naar gekeken worden. En dat geldt ook voor een lamp binnen in Karsba. Want die was heel hard aan het knipperen. Ik denk dat het onnoembare een beetje aan het verspreiden is door heel de Efteling. Maar goed, momenteel is die lamp helemaal uit, dus er zal een nieuw bolletje in moeten. En er was ook nog een medische situatie afgelopen week bij Karsba, waar een aantal ambulances ter plekke gekomen. En na verluid is de persoon in kwestie zelf de ambulance ingegaan. Is wel meegenomen, maar goed, laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Verder hebben we hier ook nog wat kerstversiering bij de pagode, want in de boom hangen de lantaarntjes. Zien er geinig uit. En er was ook nog een klein dingetje bij de traptreintjes, want ja, dat hoort tegenwoordig bij het reizenrijk. Daar stonden allemaal hekken aan de buitenkant van de wachtrij. Dus wat hier de reden van was, geen flauw idee. Er was ook nog een ander dingetje, want de Efteling heeft natuurlijk een minder valide pagina op de website waar allemaal dingen op staan die handig zijn om te weten. En ze hebben nu een aantal extra video's toegevoegd, waaronder van Baron 1898, waarin ze stap voor stap uitleggen wat Baron is, wat je kan verwachten als je gebruik maakt van de minder valide faciliteiten en allemaal dat soort zaken. Baron is zeker niet de enige, er staan nog veel meer video's op. Dus is dit wat voor jou, heb je dit nodig, dan link ik even de pagina hier beneden. En ik denk dat dat heel erg handig is. Tot zover alles hier in het reizenrijk. Ik had het al over de Baron, dus laten we gewoon eens lekker naar het ruigrijk gaan. Terwijl ik onderweg was naar het Ruigrijk, kwam ik dus allemaal kandelaars tegen op het pad wat vanaf de traptreintjes richting het Ruigrijk gaat. Vroeger was dat Ruigrijk, nu niet meer. Maar goed, hier is dus ook winterse aankleding. We gaan even kijken bij de Meermin, want een tijdje geleden meldde ik al dat ze in het Ruigrijk begonnen waren met het testen van eten bestellen via de Efteling app. Dat is nu bij één horecapuntje gedaan. Nu hebben ze de Meermin eraan toegevoegd. We staan nu aan 2 horecapuntjes. En als dat allemaal goed gaat, gaan ze het beetje bij beetje steeds verder uitrollen. En tot nu toe lijkt het allemaal best goed te gaan, dus het gaat de goede kant op. We hebben ook een muntenmachine, die hadden we natuurlijk aan het begin van het park ook al. Maar hier in de Game Gallery staan er ook 2. En dit is eentje, die stond er aan het begin ook. Maar er staat er ook eentje, die is anders. Daar heb je echt geslagen munten in. En deze kun je tegenwoordig ook allemaal met de pinpas krijgen. En er zitten zelfs munten in die al een tijdje niet meer beschikbaar waren. Dus dat is wel heel erg tof. Verder zien we hier ook heel veel winterse aankleding. We zien hier bomen staan, staat er een hutje waar dat de stoker in kan schuilen. En ja, er staat een vuur. En dat had ik dus niet verwacht, maar is er dus wel degelijk wel een klein vuur, net als vorige keer. Maar goed, blijkbaar komen de vuren nog steeds terug door heel de Winter Efteling. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon hartstikke tof. Verder ging de stoomtrein ook weer 2 keer in onderhoud, op 17 oktober en op 23 oktober. Dus ja, elke keer komt er toch weer een datum bij. En er was ook nog een klein probleempje bij de Python, want er was weer een discofeestje aan de gang s'nachts. Ja, dan gaat er ergens iets niet goed met de verlichting. Hoort niet zo te zijn, maar het ziet er wel gezellig uit. Gaan we door naar Joris en de Draak, want ik meldde een tijdje geleden dat de trein er helemaal netjes uitziet en dat ook die panelen aan de zijkant teruggekomen zijn. Maar dat geldt niet voor alle panelen, want sommige panelen die zijn nog steeds een sticker. Dus misschien dat dit nog aangepast wordt, maar er moet eventjes naar gekeken worden. Verder is er ook een nieuw pad aangelegd in de wachtrij van Joris en de Draak. Is een dienstpad, is niet voor gewone bezoekers. Maar goed, ze zijn er nog steeds druk mee bezig. We gaan een kijkje nemen bij Baron 1898. Want vorige week had ik het al over dat ik hoorde dat de vertelling toch weer wat harder stond. Dus ik ben even een kijkje gaan nemen. Nou ja,
ik moet zeggen, hij is wel iets harder. Nog steeds niet echt super hard. Maar aan de andere kant, als het heel hard wordt, dan klopt dat ook niet meer. Want die man staat er te praten. Ja, iedereen staat er doorheen te tetteren. Dat is waarschijnlijk gewoon het grote probleem. Dat is wel jammer, maar het geluid staat wel ietsjes harder. Ook nog een klein probleempje met de telefoon in de wachtrij. Want een tijdje geleden was die helemaal mooi gemaakt. Nu is alweer de stekker eruit getrokken. Dus daar moet helaas weer eventjes naar gekeken worden. Verder is de rookzone hier ook in gebruik, maar hij is nog niet helemaal af. Er staan nu een paar houten panelen waar je achter verscholen staat. En verder moet er natuurlijk rondomheen nog het een en ander komen. Er moet nog verlichting in komen. En aan de buitenkant, als je het hele dingetje inloopt, er staan ook nog hekken. Dus het is nog niet helemaal klaar. Efteling was ook op zoek naar figuranten voor opnames. En dat ging best wel last minute, want op 16 oktober kwam het online. En op 22 oktober moest het gaan gebeuren. Wat er nou precies gedaan werd, dat weet ik niet. Misschien zijn het wel dingen voor Dans Macabre, want er worden momenteel heel veel opnames gemaakt. Daar gaan we zo meteen eventjes bij kijken. Mensen die werden gecompenseerd met een gratis Efteling kaartje. En je mag natuurlijk foto's maken in Efteling. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En nu, hè, Dans Macabre. Laten we daar eens gaan kijken. De laatste keer Dans Macabre voor het open gaat. Ga lekker mee. En dan gaan we dan. De allerlaatste updates over Dans Macabre voordat het open gaat. Het voelt wel een beetje gek. Maar goed, we gaan het er nog even over hebben, want de bouwweg is helemaal leeggehaald. Al die spullen die daar stonden, naast de Piranha, die zijn allemaal weg. Dat betekent dus dat waarschijnlijk deze bouwroute ook gaat verdwijnen. En ja, het is gewoon niet meer nodig. Goed, we gaan Dans Macabre op en dan zien we ook nog wat dingetjes. Want zo zijn er nog wat kleine puntjes op de i die ze toch nog aan toepassen zijn. Een tijdje geleden meldde ik al dat er een distelplantje boven de ingang zat. En die hebben ze nu paars gemaakt van kleur. Heel klein detail. En ook het wachttijdenbord hebben ze iets aangepast. Want die icoontjes die achter het kandelaantje zaten, die hebben ze daar weggehaald. Ik weet niet of die nog ergens anders terugkomen. Maar goed, ja, het is wel opgelost op deze manier. Ook het hek hebben ze bijgewerkt waar Esmeralda komt te staan. Dat ziet er helemaal netjes uit. Een beetje ja, verweerd ook. Top, helemaal in thema. In de wachtrij zien we ook nog zo'n spandoek van het muziekconcours. Die hing er eerst niet, maar nu hebben ze er toch nog eentje aan toegevoegd. Verder stond er naast het koetshuis ook nog een keet. Die hebben ze nu weggehaald. Dat waren ook de laatste dingetjes. En zien we ook nog dat spandoek hangen van dat het op 31 oktober open gaat. En die QR-code die eronder zat, die hebben ze weggehaald. Want de winactie die is ondertussen afgelopen. Verder zagen we ook nog wat hele toffe foto's van Dans Macabre in het donker. En hier zien we dus dat Dans Macabre heel erg blauw uitgelicht is. Dus niet dat oranje. Dus wat het nou gaat worden, dat weet ik niet zeker. Maar ik hoor ook wat verhalen over bliksemflitsen rondom het gebouw. Dus het kan natuurlijk zomaar zijn dat er ook nog wat extra show-effect aan toegevoegd gaan worden. Verder hebben ze hier ook de laatste signing neergezet. Ze hebben ze een bord opgehangen richting de wc's, de laatste hoop. En die laatste hoop die is trouwens ook weer helemaal open. Alle Unawaarsen weer te gebruiken, dus dat is mooi. Maar dat is niet het enige bord. Ze hebben ook een bord neergezet. Sluit hier aan voor jouw foto of video van Dans Macabre. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Ik denk een soort fotopuntje. Maar goed, we gaan het in de gaten houden. We weten het binnenkort. Verder zijn er ook nog werkzaamheden bij In den Zwarte Kat, want zo hebben ze de koelingen eruit gehaald waar eerst alle broodjes en zo in zaten. Ik weet niet of ze vervangen gaan worden of dat er iets anders komt, maar dat moeten we ook even in de gaten houden. En er komt ook een buurtavond voor de mensen die rondom de Efteling wonen. Op 7 november is er een buurtavond en dan mag je dus van 7 tot 9 in Dans Macabre. Heel erg leuk, is een initiatief om de mensen rondom de Efteling ook een beetje een warm hart toe te dragen. En dat is natuurlijk altijd goed. Nou, de PR-molen is nog steeds in volle gang. En dat zien we ook met name in België heel erg. Want op Antwerpen Centraal hebben ze hele grote posters opgehangen. Die Dans Macabre helemaal in het zonnetje zetten. En in Nederland hebben ze ook hele toffe dingen gedaan. Want zo hebben ze een orkestje, een klein orkestje, hebben ze laten spelen op verschillende centraal stations. En dat niet alleen, maar de kerktorens hebben ze ook Dans Macabre laten spelen. Orgels hebben Dans Macabre gespeeld, want ja, hè, Esmeralda, helemaal in thema. En dat is de PR-campagne die de Efteling nu in Nederland aan het uitrollen is. Heel tof, heel subtiel, maar ik vind het echt ontzettend gaaf. En als je nou zelf ook de muziek van Dans Macabre wil spelen, dat kan, want de Efteling heeft de bladmuziek uitgebracht. En ben je er nou niet zo heel goed in? Geen zorgen, ze hebben een makkelijke versie en een gevorderde versie. Dus voor ieder wat wils. Ik kan het helemaal niet, dus ik heb er niet zo heel veel aan. En ze hebben ook de website aangepast, want zo is er een countdown te zien. Die zien we in de app ook. En op de website zien we ook nog een nieuwe video van Dans Macabre. Ja, dat is natuurlijk, och, leuk. Ik heb er helemaal zin in.
Verder worden er rondom de attractie ook heel veel fotoshoots gehouden en videoopnames gemaakt. Op dit specifieke moment is een drone aan rondvliegen in Huivenwoud. Waarschijnlijk om de laatste making-of te gaan maken, want ik verwacht nog wel een make-off. Misschien er wel twee. Er komt ook heel veel merchandise van Dans Macabre. Ze komen er onder andere sokken, komen er speelkaarten, is er ook een magneet, speciale tassen, truien, t-shirts, oorwarmers, knuffels en een pinset. En die pinset die is wel heel erg tof, want het zijn 3 pins van Dans Macabre. Gaat €20 kosten en is vanaf 31 oktober te verkrijgen in de Efteling. Maar als jij bij de previews aanwezig bent, dan heb je ook al die pin kunnen bemachtigen, want dan zijn ze ook al verkrijgbaar. Heel erg tof. En die previews, laten we het daar maar eens even over hebben. De allereerste previews waren op de 21ste en dat was voor personeel wat nauw betrokken was bij de bouw van Dans Macabre. En dat ging niet helemaal van een leien dakje, want tijdens de preview is die een uur in storing geweest en was de 1 kerkbank al helemaal defect. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar goed, het zijn de opstartfases, dus het is natuurlijk niet heel vreemd. Er zijn natuurlijk nog veel meer previews geweest, want op 26 en 27 waren de previews voor de premium abonnementhouders. En op de 28ste waren de previews voor de classic en de plus abonnementhouders die gewonnen hadden. Of hebben. Ligt er een beetje aan wanneer je dit ziet. Het personeel was ook al helemaal in het thema van de charlatans. Hadden hun nieuwe kleding aan. Ik moet het in het echt even zien. Misschien dat ik er dan anders over denk. Maar de charlatans komen ook naar Videoland. Want ze krijgen een speciale serie op Videoland. Om het verhaal van de charlatans net even iets duidelijker te maken. Hadden er al wat meer geruchten over gehoord. Maar nu is het echt bevestigd. Ik ben heel benieuwd. Komt halverwege november. We gaan het zeker in de gaten houden. We gaan het zeker kijken. En het boek Dans Macabre, het begin, is ook uitgekomen. Hij kost €23,99, is te verkrijgen bij de Efteling hier in de Efteling of bij een betere boekhandel. Is vanaf 9 jaar, is natuurlijk geschreven door Paul van Loon en legt het hele verhaal van Dans Macabre uit. Hij heeft me wel een beetje laten vertellen dat het verhaal in het boek niet helemaal samenhangt met het verhaal dat we hier in de Efteling tegenkomen. Dus hou dat een klein beetje in de gaten. Er kan wel wat verandering in zitten. En dit was eigenlijk een beetje het laatste wat ik deze week heb gespot met Dans Macabre. Volgende week gaan we echt naar de opening. Wij gaan daar absoluut bij zijn. Dus vergeet je niet te abonneren op het kanaal, want we gaan heel veel video's maken over Dans Macabre. Ik heb er helemaal zin in. Maar goed, we hebben nog meer. We gaan nog eventjes verder in het andere rijk, want we gaan ook nog even een kijkje nemen bij Piranha. Maar bij Piranha gaat het niet helemaal lekker, want de attractie heeft behoorlijk wat storing gehad afgelopen week. En aan het einde van de baan zie je al het water hier in de gul staan. Dat is al het water wat normaal rondgepompt wordt. En als dat stil komt te staan, moet dat ergens heen. Dit is het laagste punt. We hebben nog een video gezien dat de pompen aangaan, zie je dat het water door de baan heen gaat. En dat is natuurlijk wel heel erg tof. Wat er nou met Piranha aan de hand is, dat weet ik niet. Maar er is wel nog een dingetje toegevoegd bij de souvenirwinkel, want ze hebben daar een mooi hoofd op het bord opgehangen. Het ziet er netjes uit. We vervolgen onze weg door het andere rijk en we gaan naar Max en Moritz. Want ten eerste zien we hier een muur met duct tape eraan. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. En ze hebben de schans ook weer neergezet en dat is heel erg mooi. En dat is ook weer winterdecoratie. Leuk. Bij vrouw Bolterskuger was er helaas weer een Coca-Cola freestylemachine kapot. Maar ook nog goed nieuws, want bij Bekkerij Krummel zijn de onderhoudwerkzaamheden afgerond en is het weer open. Dus kan maar lekker een broodje gehaald worden. Of iets in die geest. Verder is er ook nog een ruitje gesneuveld van de eigen heimekraam. Dus daar moet wel eventjes naar gekeken worden. En nog een dingetje bij de Burger Bakery, want ze hebben nieuwe hamburgers van Black Angus. En die komen hier vanuit de regio. Klinkt wel heel erg lekker. Aan de achterkant bij de Carpervijver hebben ze de kandelaars ook weer teruggezet. En nog een dingetje bij de Fata Morgana hier achter me. Want de fluitspeler die is nu helemaal weggehaald. En er staat nu een houten kistje. En hierbij kom ik al aan het einde van deze video. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ben ik wel heel erg benieuwd of jij naar de opening van Dans Macabre gaat. Laat het even weten in de reacties. Wil je nou nog meer toffe video's zien over Dans Macabre? Check dan de video's hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.